0-3 verloren van AZ. Een beetje geflatteerd? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vond AZ wel een maatje te groot vandaag. AZ, je zou denken dat ze vermoeid werden na die wedstrijd donderdag. Ja, dat jullie er toch in het begin wat meer op zouden klappen. Ja, probeerden we ook wel. Alleen ik vond daarin... AZ is daarin het voetbal een te goede ploeg. Wat we vorige week eigenlijk wel goed voor elkaar hadden. Dat we heel snel een lange bal afdwongen tegen Go Ahead. Dat kregen we vandaag niet goed voor elkaar. Zij waren daar voetballend, vond ik, te sterk in. En was het druk zetten van ons ook niet gedurfd genoeg misschien wel. En dat qua communicatie zat er niet helemaal goed. Kom je eigenlijk een beetje ongelukkig achter? Want dat doelpunt had eigenlijk niet mogen vallen. Dat schot had niet gemogen. Nee, eens. En ik denk net zo met die 2-0. Ja, dat is ook een gelukstreffer. Ja, dat zit hun nu even mee. Maar op de ene, ik vind wel dat ze dat meer afdwingen dan wij. Wij komen een paar keer ook in dat soort situaties. Alleen dan zijn wij niet voor de goal en zij zijn daar wel. Ja, maar die 1-0, daar had toch meer druk op de bal gemoeten. Die had nooit mogen kunnen schieten. Want het was maar een rolletje. Nee, eens. Ja, ik heb hem zo niet. Ja, ik heb hem wel voor de geest, maar ik weet niet wie er door moest stappen. Maar daar kreeg hij veel te veel vrijheid inderdaad. En, ja, ik weet niet of die houdbaar was. Wat ik zeg, dat moet ik hem nog even terugzien. Ja, dat is zonde. Voor de rest hebben ze denk ik niet zo heel veel gecreëerd in de eerste helft, tweede helft. Ja, op het eind creëren ze wat, omdat wij de boel helemaal opengooien. Maar ik denk, die tweede goal van hun is net zo'n... gaat via mijn knieën andere hoek in. Ja, een beetje gelukstreffer van hun. Sta je dan in het veld als zoiets gebeurt via jouw knie? Nee, ja, balen natuurlijk, omdat hij erin gaat. Maar volgens mij sta je verdedigend prima daar, omdat een linksback komt er ook nog overheen. En probeer dat schot eruit te halen. Dat haalde ik eruit alleen. En dan gaat hij via mijn knie helemaal de andere hoek in. Ja, weet je, dat is denk ik meer geluk dan wijsheid in dit geval. Ja, dan krijgen jullie eigenlijk ook best nog wat mogelijkheden. Ja, klopt. Maar dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Dan zijn wij gewoon niet scherp genoeg in die laatste paas of de bezetting voor de goal. En dat hebben zij gewoon beter voor elkaar. Ja, en dan komt Velios. Zijn er wat kansen. Het publiek veert op. Maar ja, dan zakt het toch weer in. Ja, je gaat wat optimistisch spelen. Maar ik vond ons aan de bal gewoon niet goed genoeg vandaag. Ik vond dat we te lang vaak aan één kant bleven. We moeten veel meer in die kantwissel gaan zitten. Willen we daadwerkelijk gevaarlijk worden en over die zijkanten doorkomen. Ja, dus daar zit er gewoon een hoop ruimte voor verbetering. Ja, dan word je gewisseld. Waarom? Ben je bleef? Ja, maar ik kan ook gewoon gewisseld worden. Ja, want ik vond wel een aantal spelers die hadden last van kramp. Denk ik van, hey. Zag ik vorig jaar niet. Dat kun je echt niet met elkaar vergelijken. Vorig jaar. Ja, ander tempo nu. Hè? Ja, het is ander tempo. En vorig jaar had je veel de bal. Nu heb je wat minder de bal, dus loop je af en toe wat meer achter de bal aan. Ah, nee, ik was niet te moe. Maar ik kom wel terug van een blessure. En ik heb eigenlijk deze week voor het eerst pas een hele week getraind. Dus ik vond het niet zo heel raar, hoor. En dan wordt het dan uiteindelijk nog even 0-3. Ja, je hebt liever dat het 0-2 blijft. Maar goed, of je nou 0-2 of 0-3. We zijn er vorig jaar geen kampioen op geworden. Dus doelstelling kan wel degelijk belangrijk zijn. Maar ja, je gaat wat meer risico nemen. En dan wordt de ruimte achterin ook groter. Ja, het was wel een beetje een ander wedstrijdje dan vorige week. Ja, eens. Met name omdat we er niet echt grip op kregen. En dat hadden we vorige week veel beter voor elkaar. Was de druk goed en waren voetballend veel beter, vond ik. Ja, vorige week werd de derby uitgespeeld. Er was nu een klassieker. Die werd niet uitgespeeld. Ja, ik begreep het. Ja, dat is zonde. Iedereen kijkt denk ik uit naar zo'n klassieker. En dat dan waarschijnlijk wordt dat bewust gedaan. Dat zo'n wedstrijd, je kunt het bijna gesaboteerd noemen. Het wordt er gewoon bewust gesaboteerd, denk ik, zo'n wedstrijd. Ja, je kijkt nu weer ooit naar Heracles ooit. Ja, tuurlijk. Dat is voor ons het belangrijkste. Ja, dat is een belangrijk potje. Vorig jaar een mooi duel met z'n tweeën gehad voor het kampioenschap. En ze doen het tot nu toe heel goed. Dus ik ben wel benieuwd volgende week. Ik ook.